Nog maar een halve week en dan wordt duidelijk welke 9 dorpen doorgaan voor de verkiezing van leukste dorp van Overijssel. Er kan nog 2 dagen gestemd worden via leukstedorpvanoverijssel.nl. Sowieso een leuke site om eens even te gaan kijken. Een dorp wat een goede kans maakt is Borne. Het hele dorp is vreemd genoeg behangen met allerlei jassen. Tijd om een kijkje te gaan nemen. Op een gegeven moment kwam het idee van ja, Borne voelt eigenlijk als een warme jas. En dat hebben we op deze manier willen uitdragen. En dus het hele dorp hangt vol met jassen. We hebben de jassen in 6 kleuren en elke kleur staat ergens voor. Bijvoorbeeld de groene kleur. Wij zitten in een landschappelijke omgeving waar je in het buitengebied prima kunt sporten, recreëren. Vanaf elke plek in Borne, 500 meter vandaan, zit je midden in de natuur. Dus we zitten midden in een stedelijke omgeving, dus de ligging van Borne heel centraal. Met goede infrastructuur, de snelweg dichtbij. Wat zijn jullie nou aan het maken? Een jas voor het leukste deel van Overijssel. Wij zijn de jas aan het schilderen. Er hangen overal van die jassen in Borne, hè? Ja. Weet je ook wat die jassen betekenen? Voor de leukste dorp van Overijssel. En is Borne zo leuk? Ja. En weet jij waarom? Nee. Hoe komen jullie aan die RTV Oostblouse? Volgens mij hebben we die gewoon een keer gekregen. Maar zou het nog wel kunnen zodat we een ergens iets van nodig hadden volgens mij. Ja. De meeste basisscholen doen mee, een enkele school niet, omdat die een te druk programma hebben. Het is een redelijk drukke tijd voor basisscholen. Maar de meeste scholen hebben spontaan aan hun medewerking verleend en doen er dus aan mee. We hebben een thema gezocht, dus wat past bij hoe Borne is. En Borne past dus als een warme jas. En toen hebben we gekeken van hoe kunnen we nou de basisschoolleerlingen betrekken bij de actie Het Leukste Dorp van Overijssel. Door ze daar ook actief een rol in te geven. En door het beschikbaar stellen van deze houten jassen, daarna eerst wit. En de kleuren te gebruiken die we bij het thema hebben gekozen. Zijn die basisschoolleerlingen dit soort fraaie creaties aan het maken. Die op een zichtlocatie bij de scholen worden geplaatst. En waardoor zeg maar, onze actie nog meer de aandacht krijgt. We hebben gelukkig heel veel vrijwilligers. Wij werken inmiddels wel met 50 mensen aan dit hele project. En ja, natuurlijk is het veel werk, maar we doen het met plezier. En dat kenmerkt ook ons dorp, die samenhang die er is. Als er iets moet gebeuren in dit dorp, dan gebeurt het gewoon. En we bellen een aantal mensen en die bellen weer mensen. En zo vormen we een groep om ons heen met veel enthousiasme. En dan maakt het, als je daarmee bezig bent, dat de mensen uit de woningen komen en ook enthousiast zijn. En zo gaat het leven in Borne. En het leukste dorp van Borne, iedereen voelt dat ook zo en draagt dat ook uit. Olst is niet alleen in de race voor het leukste dorp van Overijssel. De markt van Olst is ook nog eens genomineerd voor leukste markt van Nederland. Maar kom op, zo groot is die markt toch niet? Zo leuk dat wij Deventer ervoor komen. Ja. Kom naar Deventer. Kom iedere vrijdag. Ik heb hier alles bij elkaar. Ik heb hier de Plus bij me zitten. Ik heb hier de markt. Ik heb het Kruidvat. Ik heb de Aldi. En waarom is deze markt dan? Want Deventer heeft natuurlijk helemaal een grote markt. Wel, ja, maar dat houdt niet zo van. Ik woon op de platvoet, dus ik kom met de auto eens een paar minuutjes eventjes hierheen rijden. En ik kan hem hier gemakkelijk kwijt. Niks, geen probleem. Het is echt zo'n lekker klein marktje. Ja, heerlijk. Wel.
Ja. Lekker een klein marktje, een beetje gezellig. Hoewel de Dentenmarkt ook leuk is hoor. Ja, nee, mag er graag heen gaan, maar ik vind het leuk. En ik wil weer super gezellige mensen hier op de markt. Gewoon mooie, compacte markt. Goeie aanbod. Voor alles is er iets. Voor een klein dorp is het gewoon een complete markt. Het heeft echt alles deze markt. Dus van alle branches staat er wat schoenen. En het is vanwege wei en zo is het allemaal hartstikke leuk. Dus ik denk qua regio, met de omliggende dorpen, ja, alles heeft het. Ik sprak net mensen die komen zelfs uit Deventer vandaan hier naar de markt. En het is toch wat dorps en dorps karakter. Het is wat meer contact met de klant en zo. En dat denk ik dat gewoon heel leuk is. Goedemorgen. We zitten hier zo gezellig bij elkaar te praten. Waarom is Olst nou een leuk dorp? Nou, ik weet niet. Ik woon hier nog niet zo lang, ik weet niet. Hij de ogen dicht zitten. Of je de ogen dicht hebt zitten. Want? Of je de ogen dicht hebt zitten. Nou, kijk rond. Het is hier gezellig. Gezelligheid kan je toch niet zien? Natuurlijk, dat zie je toch. De sfeer, die proef je toch. Hè? Of niet? Ik woon hier 26 jaar, dus ik vind het wel een heel erg gezellig dorp. En die markt, die is genomineerd voor de leukste markt van Nederland. Ja. Ja, ik kom er elke vrijdagmiddag, dus of vrijdagmorgen. Ja, heel gezellig. En al iets gekocht? Ja. Oh ja. Broodjes en lumpia's. En zometeen fruit haal. Ja. En wat heeft u gekocht? Ik ook, hoe heet het? Gevulde koek. Gevulde koek, ja. En dan ook een aardbeien haal. Kuinderen is bos. Heel veel bos. En dus gaan we maar eens een kijkje nemen bij de boswachter. Welk dorp kan dat zeggen dat die 1200 hectare bos in de achtertuin heeft liggen? Dat wordt dan beheerd door Staatsbosbeheer. Steenworp op afstand natuurpark, Nationaal Park De Weerribben, Wieden. Ja, dat is natuurlijk ook bijzonder dat je zo'n mooie omgeving hebt. Vandaar dat we ook de mooiste wandeling van Nederland durven te organiseren. Het zijn jonge koolmeisjes. En die zitten allemaal te wachten op dat er weer voedsel gebracht wordt. En ze staan eigenlijk op uitvliegen. Ik denk dat ze binnen een dag uit zullen vliegen. We hebben hier op het natuurkamp Peter en de Veenkuil een stuk of 10, 12 van die kastjes hangen. En dan mogen je kinderen, dus als je hier kampeert, mag je daar gewoon elke keer even kort in kijken. Hier heeft Hendrik de Kranen en zijn familie hebben hier gewoond. Die hebben hier veel rijkdom vergaard door plundering, door zeeroverschap. Als er muntschatten gevonden worden in Noord-Europa, dan zitten daar vaak wel munten bij die hier geslagen zijn. Hendrik maakte zijn eigen geld, dus maakt ook zijn eigen rijkdom. Wat is er zo mooi aan Kuinderen? Nou, dat het oude stuk nog zo mooi intact gebleven is. De oude traditionele huisjes, zoals die vroeger in de Zuiderzee lagen. En dat is wel mooi dat midden in het land nu eigenlijk, natuurlijk wel een raar gezicht dat je eigenlijk nou een oude Zuiderzeehaventje eigenlijk aan het kijken bent. Of stadje aan de Zuiderzee. Ik vind het een heel mooi dorp. Echt zoals het vroeger was. En het is echt wel leuk dat toeristen kunnen komen naar dit bezichtigen. Zoveel bos, dan ben jij natuurlijk verschrikkelijk belangrijk hier, of niet? Nee, niemand is belangrijk. Ik mag voor Staatsbosbeheer op dit bos passen en ik vind het mooi dat de gemeenschap er op zo'n manier gebruik van maakt. U kunt nog 2 dagen stemmen en dan wordt maandag bekend welke 9 dorpen verder gaan strijden om de titel.